Oortjes hier op je Radio Stad Den Haag. Goedenavond, hartelijk welkom. Leuk dat je ingeschakeld bent op jouw Radio Stad Den Haag. Hier zo vanavond op deze septemberdag. 10 september is het vandaag. Dan moet je even weten dat het 10 september is vandaag. Nou jongens, trouwens de opname is even iets later gestart. Rick, dit even een technische mededeling. Kon ik verder ook niks aan doen. Ik was hem even vergeten in te starten. Sorry, mijn excuses daarvoor, Ricky. Heb je alleen het kleine begin van Fine Time, de Star, niet gehoord? Maar goed. Hey, Gieleman zegt hij ook. Rick Rotterdam. Heb je ook nog Mr. Italo, Matteo Gronberg. Die vraagt zich af waar mijn ketchup mayonaise bottle is gebleven. Nou, dat kan hij zich afvragen natuurlijk. En José Galantes van Malaysia is also here. When you want to join the chat, our four viewers and listeners, come to Radio Stad Den Haag. Because this is your free will hour. You're gonna free willy, free will with this hour. You can make your choice on the records you want to hear. Yes! Dat is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Dat jouw inbreng dan ook weer lekker is, omdat hier bij Radio Stad dat gewoon even kan. Gewoon 2 uur lang kan jij gewoon zeggen, ik wil dit horen. Nou, waarom eigenlijk ook niet? Dit is een plaatje die gisteren in de lijst stond, die we toen uitzonden bij Dusko. Die kan ook nog naar luisteren via de Mixcloud, vergeet het niet. En hier is de Postcard from New York. New York. Je mag hem even naartoe sturen. Ja, naartoe New York. Dat is van die Movieland.
Denkt hij dan eerst van, is het een 7 inch? Nee, het is geen 7 inch. Het is geen 7 inch. Sorry, het is het niet. Nee, het is gewoon de 12 inch. Anders was die volgens mij al lang afgelopen, denk ik. Kijken we naar het scherm, dames en heren. Want onze Rickert Rotterdam, die zoveel werk voor Radiostad verricht, mag ook wel een keer beloond worden. En dat wordt hij nogal twee keer vandaag. Hier is namelijk Data, zoals deze mogen heten. Attention. En die man die hoort zingen, it's only you. Die komt namelijk van Sailor af. My desire. Je kent die plaat wel uit de jaren 70, ja toch? It's living inside me. Attention. Gestoord, hè, tijdens de uitzending. Vind ik altijd zo vervelend als mensen ons storen. Ja, moet niet gestoord worden. Data, prachtige plaat voor onze Rick uit Rotterdam. Hebben we hem even gedraaid. Dankjewel, Rick. Hè? Nou, daar gaat hij dan, hoor. Ach, oh, een gas op die lolly. Ach, jezus, ja. Ah, la, 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 la. Straks natuurlijk Iventi D'Azzurro hier op je radio. Met als eerste uur natuurlijk Paolo Jai. Met zijn Dance Made in Italy. Daar gaan de danceplaatjes weer van de Italiaanse grond. Die boven de jaren 90 waren gekomen. Divo gaan we ook nog zo meteen even draaien. Doen we even de videoclip van als je dat goed vindt. Met That's Good. That's Good. Yeah. En voor mezelf ga ik er ook eentje draaien. Mag dat? Ja, hè? Maar ik bedoel, dat is alleen om jullie maar een beetje uit te dagen van, kom er zelf ook een keertje bij of zo. Weet je wel? Ja, geef zelf ook even je mening. Zoals Andy Roos. Hallo, Andy. Leuk dat je er ook weer bij bent, man. Hoe is het? Lekker gewerkt in de sanitair. Gaat allemaal lekker natuurlijk. Het allemaal gaat door. Nou, je nog lekker een weekje vrij. Maar goed, het is alleen maar radioweek deze week voor mij. Maar daar zal ik je straks meer over vertellen. Hier zijn Gypsy en Queen. Awesome lucky day, just everything's
Radio Stad Den Haag op jouw maandagavond. Leuk dat je ook ingeschakeld bent. En als je net ingeschakeld bent, hou hem lekker hier, hou hem lekker aan. Want wij hebben leuke muziek voor je, zoals deze. Kijk even naar het scherm, jongens, daar komt hij. Ja, daar is hij. Oh, no. Hij is er dan toch inderdaad. Het is even leuk, hè. Ja, dat hij er toch weer even lekker aanwezig is, deze Divo. Ja, klinkt een beetje new wave-achtig. Maar dat vind ik wel leuk van José Galantis, die houdt er wel van, hè. Die houdt wel een beetje van your like Deepest Mode or something like that. We're gonna play Deepest Mode after a few minutes later from the World Trade Center. There you can see them. Het is ook nog naar de Wereldhavendagen geweest. Ik hoor je talk ook voorbij komen. It's my life. Nou, eerst even deze video van Divo. That's good. Hier op jouw radio Stad Den Haag. Everybody. Dat, hè, dat hij in één keer weg is. Everybody was dat van Divo. That's good, zoals die plaat mogen heten. Dus Radio Stad Den Haag, je bent er nog steeds hier. Hallo, joehoe. Ja, je bent er nog steeds. Hartstikke leuk, joh. Ja, Divo dus, draaiden we even hier voor jou en that's good. Ik was even aan mijn kant opzoeken waar dat nou een beetje vandaan komt. Dat vind ik altijd wel interessant. Weet je wel? Maar dat kunnen we altijd even doen in het draaien van deze plaat natuurlijk. We gaan allemaal that's... Oh ja, goed, we gaan allemaal niet meer uit. Ik zei dat ik al even een plaat voor me... voor me wil gaan draaien waar ik zelf een beetje wild van ben geworden eigenlijk. En die ik ook trouwens een tijd niet meer gehoord heb op de radio. En daarvan denk ik van doe maar een keer weer nu. Zo op de maandagavond, freewheelen, waar jij mee mag participeren natuurlijk. En ik zie je talk hier ook voorbij komen met It's My Life. Die willen mensen hier ook horen. Ja. Samen meteen meer over Divo, that's good. Maar eerst Stone and Time. Just
Hoor dan, man, mij. Hoor die bass van deze plaat. Wat een ingeweldig ding. Oh, Tone and Time. Toen geloof ik op het disco-label van Ariola toen in die tijd uit. Wat ik me de minste nog van kan herinneren. Maar goed, soms zijn mijn geheugen ook wel eens een keer versleten. Zoals bij Divo heb ik even een klein beetje opgezocht. Maar er was niet veel over te vertellen, hoor. Ja, ik heb mijn bottle. Yes, my bottle is here, Mr. Matteo Kronberg. Water in die heek. Yes, water in die heek. That's my water bottle. Ja, ik doe expres een beetje in een bottle. Want je moet je zo voorstellen van, stel dat het omvalt. Is er natuurlijk allerlei dingen met elektriciteit. Je weet, water. This is 97.2 FM, City Radio. Reuze goede radio. Radio Stad Den Haag. Geïmiteerd.
Nooit te evenaren. Radio Stad Den Haag. Too good, you could be so misunderstood. Snow pure, demure, don't feel so insecure. Dat zeg jij. Mooi hè. All I ever wanted is just you. Oh ho. Oh ho ho. Oh, Phil Oakey, ja. Phil Oakey. Die hoorde je net. Leuke Phil Oakey hier op Radio Zondag met deze All I ever wanted van de Human League. Volgens mij is dat niet echt een hele oude plaat van deze Human League. Volgens mij is dat best wel een beetje nieuwer, denk ik. Want Phil Oakey had vroeger nog al haar. Maar daar was hij bijna gewoon helemaal kaal. Tenminste zo te zien op de videoclip. Daarvoor moeten we even zijn. Nou, Mr. Willem is er ook, zie ik. Hallo, Willem. Hallo, Willem. Willem. Oh. 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 Now you're gonna try to come back here, huh? Well, let me tell you something. Don't even try it. Don't you even try it. We'll
Records verschenen toen in die tijd, in 1986. Dat was ook natuurlijk uit de lijst van gisteren. In het douchecall-programma hadden wij natuurlijk ook de lijst van 1986. Don't Try It Out. Of zo heette de plaat van Raw met www. En ook op het www.radiostadenhaag.com. Heeft ook met de www te maken. Ik heb hier een drumstelletje achter staan. En als je nou deze plaat hoort en deze... Je zou mee drummen, ja! Thank you.
lekker bezig. Dit. When I go to bed, you're dancing, dancing in my head. We'll be right back.
Ties en Dancing in My Sleep. Dat zullen sommige mensen ook wel doen, denk ik. Die dansen in hun slaap. Beetje moeilijk lijkt me dat, maar dit terzijde. Zometeen gaan we even weer drummen. Oh ja, dat drummen kunnen we weer doen natuurlijk. Sheila E. in The Glamorous Life komt hier ook voorbij. Iets ook van Kylie Minogue. Maar goed, eerst natuurlijk even naar onze grote vriend Rickard Rotterdam. En mocht je ook een hele grote vriend van het radiosociaal zijn, dan zie ik je gaarne hier voorbij komen. Want ik wil jouw mening horen van de muziek die we vanavond hier draaien. En heb iedereen dat je zegt van nou, dat vind ik geweldig? Kom dan even naar de chat. Come to the chat if you want to have a request for tonight's show. Because here is deepest mode for you. Deepest Mode. Mooie op het World Trade Center. Staat er niet meer, is er niet meer. Stelletje van die, je weet wel, die dacht ik ga aan een vliegtuig en ik ga dat dwars doen. Maar eens kijk je de mooie beeld. Ook die zendmast er bovenop. Is dat niet mooi, die zendmast? Mooi, hè? Ja, ik ben gek op zendmast. Als ik daar dan even zelf eerlijk in mag zijn. Ja, ik ben helemaal wild van zendmast. Ja. Vroeger al, toen ik als klein kind bij Radio Veronica. Zo langs zeg maar de kust, zo bij Scheveningen, was ik daar dan aan het kijken en dan zag ik zo'n bootje dobberen met van die twee antennemasten. Wat was toch geweldig. Met dat radiootje in je hand en dan ontving je daar muziek uit. Helemaal lekker. Maar goed, over drummen gesproken.
Your request is also welcome, ladies and gentlemen. Here so in the chat, because we are freewheeling between now and 9 o'clock. Because at 9 o'clock, we get somebody here in the studio. This is Paolo Jai. And also Machado D'Azzurro. I hope he comes also, because then it's time for the Venti D'Azzurro. Bizar is ook bekend van deze Sheila, hier, dames en heren. En Holy, Holy, Holy Rock is ook een plaatje van deze Sheila Snee. Zoals we het altijd een beetje noemden. Oké, ja, I have a drum kit here. Yeah. Drum kit, I can drum a little bit. It's like Edwin Evers, you know. It's a famous DJ here in Holland. And he is also like drumming. En natuurlijk ook een beetje gekeken op gisteren dat er ongeveer 2000 drummers in Scheveningen waren. Heb je dat niet gezien? 2000 drummers waren de drummer in Scheveningen. Ja, ik ben gek op drumstellen. Ik kan er niks aan doen, maar dat vind ik machtig. Maar goed.
En natuurlijk ook een beetje lullen in die microfoon. Dat vind ik altijd heerlijk, vind ik dat. Zou ik eigenlijk wat minder moeten doen, vind je niet? Ja. Giel moet minder lullen. En of ik een grote zetmast heb, dag, dat weet ik niet. Kan je nooit van jezelf zeggen natuurlijk. Het is Janet Jackson, When I Think of You. Ze heeft lessen gehad in de liefde. Ja. Heeft ze lessen gehad in die liefde. En als je lessen hebt gehad in de liefde, komen de kinderen bijna vanzelf. Ja. Phil Collins will be proud of you, zegt José Galantes. Thank you, José Galantes. Phil Collins is also my hero. He makes also very good records. Laat ook zo meteen een videoclip draaien van Lenny Kravitz in the Chamber. Als jij een verzoek hebt, kom er even bij in de chat hier op Radio Stad Den Haag. I'm not proud, I was wrong. And the truth is hard to take. I felt sure we had enough. But our love went overboard. Life for life, lost at sea. I've been trying to reach your me. All the dreams
geen basgitaar kan spelen, dan is het toch wel Mark King. Laten we eerlijk in zijn met deze Level 42. Het heet The Lessons in Love hier op je radio Stad Den Haag. Een beetje klassieke muziek geeft je rust, dames en heren. Dan breng je je heerlijk tot ontspanning. Dan ga je eens op de telefoon pakken en dan denk ik, ik ga even al die jongens eens even opbellen die zo heel lekker rustig en heerlijk zijn. Speciaal voor jou, misschien. Calling all boys, zometeen op de radio, dames en heren. Maar eerst een beetje rocking and rolling. Eerst even de violen, maar dan gaat het gebeuren, dames en heren. Dan komt het mooie van deze plaat boven water. Want deze is voor onze grote vriend Rotterdammert. Want Rotterdammert wilde hem zo, zo graag horen. Dat wij dan hier bij Radio Stad zeggen, dat moet kunnen. Niet schieten. Pas op. In de chat zitten trouwens nog Andy, DJ Alroy, José Galantes, Mr. Italo, Mr. Willem, Pavel, good evening. En also Radek, good evening. Rick Rotterdam en Rotterdammert hier al aanwezig hier bij jouw Radio Stad Den Haag. Wat doe ik nou, jongens? Ah, oh, Alec Yannick Griffiths weg. Wat een lul ben ik nou. Ik zit ook overal aan waar ik niet aan moet komen. Nou ja, het programma wordt opgenomen. Leuk, hè? Kun je het nalezen. Doe maar ja. Dus ik doorspoelen maar even dan. Ja, zo. Feel your soul.
een meedogenloze bitch is dat, zeg. Het zal toch zo zijn als iemand op je af komt lopen zo op die manier. Maar goed, je weet niet wat er van tevoren gebeurd is natuurlijk, hè. Ah, de win. Is dit Ziggo Dome geweest, deze Lenny Kravitz? Ah, wel leuk, joh. Videoclip zag je hier. Op je radio. Stad Den Haag. Kom je dit bekend voor? Dit? Het begin van die plaat. Hoor eens even dit. Every Sunday evening, 8 p.m. Central European time, we play those old school dances from the 80s. Nou, dat is van een andere plaat weer gepakt. Geleend, laat ik het zo zeggen. Het is goed, de videoclip niet verder heb gedaan. Ik zag twee hele blote tieten in deze. Kan niet. Wij als net radiostation kan dat gewoon niet doen. Zeker niet. Speciaal voor Rick uit Rotterdam. Die genoten heeft van de Wereldhavendagen in Rotterdam. Waar hij zo lekker bezig is geweest. Al die mooie matrozen aan de zijkant. Ah, ah. Kon je er maar in uitkiezen en zeggen, vent, kom eens even lekker met me mee. Dat zou toch ook heerlijk kunnen zijn. Hier zijn de Flirts. En Calling All Boys.
guts, I've wanted you all the while. I'm not the type that easily cries, but I must admit there was a tear in my eye. Ja, ik kan wel zeggen. Ja. Gielemans. Oh jee. Nou, Calling a Voice is dat van de Flirts hier op je radio Stad Den Haag. En weet je wie ik nou een beetje nog niks van deze plaat van Earth with the Fire Fantasy. Ik krijg er nog steeds kippenvlees van. Ik wel, ja jongens. Vind je dat mooie man, hè? 83, echt waar? Zometeen nog Soul to Soul met Dreamers. Dreamers Dream. Dreamers a Dream. Dreams a Dream. Ja. Gaan we zo meteen ook nog even draaien voor Elroy Heesbeen. Heb je zelf ook een plaat die je graag wil horen? Geef dat even aan mij door. Ik ben zelf nu wat dingen aan het uitzoeken. En misschien denk je van, Giel, hou op. Maar dit is zo gaaf. Hier is Night Force and Dance. Nederlands. Het is helemaal puur Nederlands in 1980. En ik hoorde deze plaat voor het eerst op Radio City Internationaal. Toen ik nog luisterde naar de radio en zelf nog bijna geen radio maakte. Ja, een klein beetje, maar
Ik zat altijd naar Ger de Goede te luisteren en naar Rob Reutel. Dat vond ik een geweldige DJ. We waren een klein beetje... Nou, was mijn voorbeeld was Ger van de Brink natuurlijk. Ger de Goede. Dat was mijn voorbeeld wat radio betreft. Nou, dames en heren, weer een leuke videoclip. Speciaal voor jou. Trouwens, Night for Some Dance is ook gemaakt door Francis Goya. Ken je die gitarist nog? Met dat Befsikje. Ik heb hem wel eens gezien met dat Befsikje, die Francis Goya. Ken je toch wel? Nou, die heeft ook hier aan meegewerkt. Zou je niet geloven, hè, dat sommige mensen ergens aan meewerken. En dan denk je van, hoe komen ze erbij om dat te gaan maken? Maar goed. Daar komt hij dan hoor. DJ Elroy. Zometeen nog René met High Time You Went. Maar die willen we de videoclip van draaien. Dus vandaar dat je eerst even deze hoort. Zuro met Paulo Jai. Die komt straks ook hier naar de studio toe. En die misschien iets later, dat zal wat later zijn, dan komt ook Marcello erbij. Tenminste, dat gaat hij wel proberen, althans. Dat zal misschien rond een uur of 10, hopelijk, is hij er dan. En anders zou je misschien even met mij moeten doen met Paulo Jai samen. Maar misschien dat je enkele leuke Italo's misschien nog alvast aan mij door kan geven. Bijvoorbeeld Pasquale is also in de chat gekomen met Marigio, die is er ook weer bij. Pasquale and all the men and people over around the globe. You can come into the chat because we are starting at 9 o'clock.
with Eventi D'Azzurro, specially for you. If you have a request, put it in the chat, baby, yeah. And dit is wel lekker. Here's Charlemagne, Dancing in the Sheet. I caught you smiling, I know I've seen you here before. How come you're hiding? Hey, don't you wanna hit the floor? The place is crowded, or maybe you don't like to be. I got a two-track playing in my head, so let me take you somewhere. Zeker of namelijk ook Howard Hewitt en Jody Watley toen nog in die band zaten. Dat is natuurlijk een vrij nieuwe plaat, of althans wat nieuwere plaat dan als je gaat horen natuurlijk I Can Make You Feel Good of A Night To Remember. Dat zijn van die hele andere platen. En dit was het Dancing In The Sheets. Ik vind het een drive, man. Hè. Er zit een drive in die plaat. Dat is toch zo lekker. Zeker als je te wachten staat en je staat te wachten bij een... Deine Pizza, die schmeckt wunderbar. Hou dat die beer, hou dat die er was. Ja, hoor, hij zat te wachten daar, zei die man. Heerlijk. He, zometeen krijg je weer een pizzeria, Giovanni. Ik ben benieuwd wat hij daarmee aan kon zitten. Want meestal hebben we ook nog wel eens de domino's. Maar afgelopen week hadden wij een hele mooie, dunne, echte Italiaanse pizza. Nou... Het is 8:59 en er komen in één keer verzoekjes binnen. Die stromen binnen zometeen. Maar voor het tweede uur mag je natuurlijk ook een lekkere oldschool Italo aanvragen. Kan ik alvast een beetje opzoeken en kunnen we die alvast een beetje in de database zetten. Zodat wij dan straks niet met volle mond staan. Maar dan komen we niet zo gauw te staan, denk ik hoor. Dat is wel zo goed geregeld hier allemaal. Rebel and C, Double Trouble. Ook goed, Just Keep Rocking, Robin Albert Mix. Ja, wauw. Dan gaan we ook nog even naar Soft Cell met Torch. Ook lekker. Meer steun voor Giovanni. Hier is Lyman Goldbigger.
smaken verschillen, dat blijf je natuurlijk in de muziek altijd houden. De een vindt het geweldig, de ander vindt het een mindere track van Lime. Maar ja, ik moet je zeggen, ik vind het niet verkeerd. Ja, ik hou van allerlei soorten muziek hoor. Ik ben niet zo moeilijk in de muziek, laat ik het zo zeggen. Ik ben niet zo nauw in de muziek. Nee, ik ben altijd breed georiënteerd. Maar dat heb ik ook aan mijn lichaam en aan mijn buik te danken. Om even zo te zeggen, ja, tuurlijk heb ik het helemaal aan te danken. Daar heb ik het helemaal aan te danken. Zometeen nog Soft Cell, Tainted Love of niet? Nee, we gaan Torch draaien zometeen. Maar ook nog even deze, dames en heren. Hij is lekker. Robin Albers mixt deze plaat. The Rebel MC, Double Trouble, Just Keep Rockin'. Are you ready? Ah, yeah. Are you ready? Ah, yeah. Geïmiteerd, nooit te evenaren.
Radio Stop Den Haag. I'm lost again and I'm on the run, looking for love in a sad song. With your Avenger eyes and your cat-like ways, I can hold you. You are a fool for me to be cruel. I'm leaning on this bar, listening to you sing, and your sad song rings in my ears, and I start to cry. Is the theme. She could be a dream, but oh boy, is she real? Try to avoid her eyes, to avoid her words. They will hit you with all that you feel. Calling, calling,
muziek van deze soft cell, Tainted Love, hier op je radio Stad Den Haag. Leuk dat je maar op staan. Hou hem ook aan, want zometeen om 9 uur beginnen ze dan met de Dance Made in Italy. Dat is de eerste uur met Paolo J in de mix. En als het een beetje mee zit, komt onze good old meester Marcel D'Azzurro. Die komt er ook even langs en die gaat dan lekker oldschool Italootjes draaien. Nou, dat moet je toch allemaal mee hebben, denk ik, hè? Mark Elmet hoorde ik trouwens ook net in deze soft cell zingen. Ja, heerlijk is dat. Torch was dat. Ik bedank je voor het luisteren. Mocht je mij morgen nog willen begroeten, kom dan even naar het Museum van Communicatie. Dat zit in Den Haag in de Zeestraat. Daar ga ik vanaf 12 tot 2 al radio maken. En dan daarna komen Gwenny en ik enzovoort. Gaan we alles vertellen over Radio Stad en Radio City. Dat is heel leuk om dat even mee te maken. We hebben daar echt onwijs veel tijd in gestoken dus. Dus als je zin hebt, Zeestraat in Den Haag. Je kan ons ook vinden in het Museum van Communicatie. Ik zeg je bedankt voor het luisteren. Ik zeg blijf lekker luisteren naar Eventi D'Azzurro.